Ik heb mijn eigen manier. Ik doe het gewoon niet. Nee, geef het al op. Ik doe het gewoon niet. Wat een tripade, Smit. En ook zult je de preek net al mijn zoon. Op vrij tredje maaien gaat Grauwe Hemel in première in Foutchem. Dit theaterstuk gaat over de eigenzinnige dominee François Haversmit, die het ook dichtte onder zijn pseudoniem Piet Paaltjes. Johannes Keekstra had het stuk schreven. Jedder schreun hij al een boek over de dichtzinnige dominee. Hij neemt ook de rol van François Haversmit op hem. François Haversmit wie een dominee, binnen in Ljouwert. Maar ik ging naar Leiden te studeren om dominee te worden en wie vol passie voor dat predikantenvak. In zijn Leidse studententijd heette de tijd van zijn leven en daar ontstond ik zijn alias de dichter Piet Paaltjes. En hij leefde hem daaruit op nou ja, wat zwart komische gedichten en scoorde daarmee onder zijn studiekameraden. Ondertussen studeerde er heel hard om dominee te worden, want dat woedde heel graag. Waar vrijzinnig, ze waren erop laat. En vol ambitie om de wereld te veroveren en dat vrijzinnige leeuwen op een mooie, creatieve wijze onder de mensen te brengen. Water Doemni, in Foutchem. En dat voelde hem wat af. Hij vond het landschap hier saai en wiet en wiet. En het reinde hier altijd als hem leeuwenmast. Onder Frieslands grauwe hemel stapte er hier om, dat skroter. En de mensen zijn hier orthodox en die winnen net het uitzoeken van zijn vrijzinnige praatjes. We hadden toen 1860 hinnen dat hij hier ziet. En de mensen zijn nog net helemaal klaar voor zijn jonge dominee van 24 die te blijven opzetten. En wilens wie hij vanzelf nog altijd de dichter Piet Paaltjes in zijn holle en ons in scrobureau. In de pastorie hier werd ik een part van het stik plak financieel. Dat is nog een prachtig bed en brochtje. Maar in zijn tijd wie dat een tochtig krot en dat wie er altijd ziek en wie simmers te heet en winters te koud. En zo zie je de gedichten te schreeuwen om zijn eensemus te verdrouwen. En dus Piet Paaltjes wie mij hem mij reizigen om het voor hem nog een beetje leuk te maken. Haversmit wie traje doemni in Foutchem en Raad en stier 2 jaar in Den Helder. Daarna gingen naar Schiedam, werd er het leeuwen zelfs kwietrekken. Als dan nog dominee bleef ik is, als toch eens net meer Joost en hij preekte dat op een gegeven moment in Schiedam, want hij ging er naar Foutchem heen. En dit cirkel wie helpt ons is dit het cirkel. Dat is een hele grote cirkel. Ik had het zelf best. En toen kon ik me voorstellen dat hij daar op die preekstoel vertelt dat God net besteedt en de hemel net besteedt. En ik ga eerst naar dit cirkel dan leegrent. Ik denk als dit leegrent dan gebeurt er nogal wat. Dus dat die wel wat. Dags is Haversmit nog wel haast 30 jaar dominee west in Schiedam. Al gang het op het lijst, wel hield hij minder met hem. Hij had het maar dreig houden in het leven. En dat is ook wat ik in dit stuk het eind ook een beetje over hebben wil. Dat is het geeft eind ook een perspectief. Het verhaal hier dat speelt omtrent 1860, want doe ziet hij hier. Maar eind is een modern verhaal. Want ik vind nou ook you today. We hebben wel meer vreemde eenden in de bijt. En er zijn meer mensen die het ergens net vinden kennen. Of die haar zelf een carrière opdringen die ze eens net past. Die dingwollen die ze eigenlijk net dan matten. En ik ben zelfs wel van, als Tina zinnigt, dan was het oorst doen. Als het maar een beetje fleurig opbloost. En als het linksom net wil, dan was het rug zo'n beziekje. En ook het perspectief in die zin, had hij Foutchem wel goed bestuurd. Want hij had wel commentaar op de omjouwing hier en op de meeste hier dat het zo steeg is en zo saai is. Maar laat je dat net ons zien. Bril, die donkere bril die hij letterlijk trok bezit.